Goedemiddag allemaal. Allereerst wil ik Mart van Lieburg bedanken voor de uitnodiging om hier een boekpresentatie te houden van mijn nieuwe boek Van verpleegster tot verpleegkundige. Ik wil mezelf ook even voorstellen. Ik ben Rob van der Peet, HBOV'er van het eerste uur van de cursus 1972-1976, speld nummer 35. Daarna heb ik filosofie gestudeerd en ben ik gepromoveerd bij professor McFarlane in Manchester. In de loop van mijn carrière heb ik veel in het HBO en ook een tijdje in het VW, wetenschappelijk onderwijs, gewerkt voor verplegingswetenschap. Ik heb zo'n 30 boeken vertaald, geschreven, geredigeerd en een heleboel artikelen. En een van de vragen die je dan altijd krijgt is: waarom moeten er zoveel bomen gekapt worden voor al het schrijfwerk wat jij doet? En deze boekpresentatie is dan natuurlijk een mooie gelegenheid om even te verantwoorden waarom voor dit boek ook de nodige bomen gekapt moeten worden. Zij het met mate, maar dat licht ik nog toe. De aanleiding voor dit boek is dat dit jaar 100 jaar geleden is dat de wet tot wettelijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging is aangenomen in 1921. We kunnen dus terugblikken op 100 jaar wet en regelgeving in de verpleging. Dat is niet niks. En het doel van mijn boek is om die wet en regelgeving te ontsluiten, want je komt er niet zo makkelijk aan. Het staat allemaal in de Staatscourant, dat mag je allemaal opzoeken op bibliotheken. En om die toegankelijk te maken via een digitaal archief. In deze presentatie wil ik dus eerst iets vertellen over het boek en dan over het digitaal archief. Het boek bestaat uit drie delen, de drie wetten in de verpleging van 1921, 1977 en 1993. En de wet van 1921, die is niet uit de lucht komen vallen. Er werd voordien al zo'n 30 jaar werden er verpleegkundigen opgeleid in ziekenhuizen en in krankzinnige ingestichten. En daar werden diploma's uitgereikt. Dat ging allemaal niet van een leien dakje. De arbeidsomstandigheden waren belabberd. De discipline was streng. En verpleegkundigen die klaagden, die waren niet goed voor het vak geschikt. Daarom werd op verzoek van organisaties in de verpleging in 1911 een onderzoek gedaan naar opleiding en examens van verplegenden. Dat onderzoek is de opmaat geweest naar de wet van 1921 om het beroep wettelijk te verankeren. Wat heeft deze wet tot stand gebracht? Even doorklikken. Deze wet heeft tot stand gebracht dat er één titel kwam voor de beroepsgroep verpleegster of verpleger. En die titel mocht je alleen maar voeren als je een diploma in de ziekenverpleging had gehaald. En er waren twee diploma's van. Er is heel veel discussie over geweest of het één of twee diploma's moeten worden, maar het zijn er twee geworden. Het A-diploma voor de gewone ziekenverpleging, lees ziekenhuisverpleging. En daar ziet u de speld links. Het B-diploma voor de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen. Zoals de psychiatrische verpleging toen nog genoemd werd. En als je dan dat diploma gehaald had en je mocht de titel voeren, dan mocht je ook de wettelijk beschermde speld dragen. Links dus van de gewone ziekenverpleging, rechts van de psychiatrie. De wet zelf is vrij simpel. Voor hedendaagse standaarden zelfs zeer simpel. Het bestaat slechts uit 12 artikelen. Is misschien een tegenvaller, maar met 12 artikelen is de verpleging dus decennia lang bediend geweest. Waarom maar 12 artikelen? De wet is een raamwet of een kaderwet. En die regelt zelf niet zoveel, maar regelt dat er dingen geregeld gaan worden. Door de minister met name. En hier in deze artikelen staat eigenlijk telkens: de minister is bevoegd tot, de minister zorgt voor. En als je dan het linker rijtje bekijkt, dan gaat het om de titel en diploma's. Dat staat nog net in de wet, dat de titel verpleegster, verpleger, de twee diploma's. Maar vervolgens krijgt de minister een aantal bevoegdheden, namelijk het instellen van aantekeningen. Kraamverpleging, kinderverpleging, wijkverpleging en later de sociaal-psychiatrische verpleging. De minister mag de opleiding invullen. Hoeveel uren
geneeskunde, verpleegkunde, noem maar op, hoe lang de praktijk uren, hoeveel praktijkuren er in de opleiding moeten zitten, welke ziekenhuizen een opleiding mogen geven, daar moest je een bepaalde schaalgrootte voor hebben. Hij mocht ook het examen regelen met gecommitteerde, de vorm van de diploma's werd ook door de minister bepaald. De minister kon bepalen welke buitenlandse diploma's gelijkgesteld werden met de diploma's uit artikel 1. Met name diploma's uit Suriname en uit Indonesië zijn daardoor hier erkend. En tot slot mocht de minister de onderscheidingstekens bepalen. Al deze dingen die de minister gedaan heeft, worden vertaald in besluiten en regelingen. Van de onderscheidingstekens wordt bijvoorbeeld bepaald dat onderscheidingstekens mag gedragen worden. En dan volgt er een hele mooie beschrijving van het onderscheidingsteken. Een heel stukje mooi proza. Dat zit dus allemaal in besluiten en regelingen die in de Staatscourant gepubliceerd zijn. Als u kijkt naar het rechterrijtje, ik sta hier wat uitgebreider bij stil om u de feel te geven van wat voor de verpleging geregeld werd. Als je diploma had gehaald, moest dat opgestuurd worden naar de inspectie. En die registreerde dan dat je diploma had en dan was je levenslang verpleegkundige. Tot je dood en dan moesten de erfgenamen je spel terugsturen naar het ministerie. Daar wilde de minister aanvankelijk een straf opstellen van 50 gulden. In termen van, van de huidige koers, van de huidige waarde, koopkracht van de euro, was dat zo'n 250 euro. Dat is niet niks. Vervolgens was er een overgangsregeling om te zorgen dat de mensen die de 30 jaar daarvoor een diploma hadden gehaald, dat die erkend konden worden als wettelijk beschermde verpleegster met het insigne, met de speld. De drie volgende artikelen hebben te maken met een strafbepaling in artikel 10. Wie zich uitgaf voor verpleegkundigen en de speld droeg, en dat niet ten rechte deed omdat hij geen diploma had, kon gestraft worden met maximaal 14 dagen hechtenis en een boete van 100 gulden. 600 euro in hedendaagse termen. En in artikel 9 wordt geregeld wie met de opsporing van die overtredingen, van die strafbare feiten, wie daartoe bevoegd was. En in artikel 11 wordt uitgesproken dat het niet om een misdaad, maar om een overtreding gaat. Het laatste artikel bepaalt dat de inwerkingtreding van de wet op een nader tijdstip bepaald wordt. Dat heeft toen nog 3 jaar geduurd omdat de overheid geen geld had om de opleidingen te financieren. Alles bij elkaar heb ik zo'n 192 besluiten en regelingen kunnen vinden in de Staatscourant. Wijzigingen van besluiten en regelingen inclusief. Dat is niet niks. Dus wie de geschiedenis van de verpleging wil volgen, het naadje van de kous wil weten, zal dus tot dat niveau moeten afdalen van besluiten en regelingen. Het heeft ruim 50 jaar geduurd, tot 1977. Ik zal even doorklikken. Totdat er een wetswijziging nodig was. Toen kregen we de wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundigen. Waarom was die wetswijziging nodig? Daar zit een verhaal aan vast. Dat begint vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen was er een enorm personeelstekort. En wat doen opleidingen in de verpleging? Ze nemen iedereen aan die zich aanmeldt. En dat betekent dus dat het peil van de opleidingen drastisch omlaag ging. Want er waren veel leerlingen die de opleiding eigenlijk niet aankonden. Vervolgens wilden de opleidingen iets aan dat niveau doen door het MULO-diploma te gaan eisen als toelatingseis. Maar dat durfden ze niet aan totdat voor de leerlingen die de opleiding eigenlijk niet aankonden een andere opleiding gecreëerd was. En dat is de opleiding voor de ziekenverzorging geworden. In 1963 is dat wettelijk geregeld, in 1965 ingegaan. Vervolgens gingen de in-service opleidingen MULO eisen en ging niet alleen het peil omhoog, maar ook het aantal inschrijvingen. Dat is een van de empirische bewijzen dat het verhogen van de normen van de eisen niet altijd leidt tot een daling van de instroom. Binnen de serviceopleiding waren er ook die meer hadden dan MULO.
Denk aan HAVO, Atheneum, Gymnasium. In de A-opleiding was dat zo'n 10%, in de B-opleiding slechts 2%. Die groep wilde de gezondheidszorg ook aanboren. En daarvoor heeft men een middelbare en een hogere beroepsopleiding voor verpleegkundigen gemaakt. Die ging in 1972 van start. Tussen haakjes, hier zie je dat een probleem wat vlak na de oorlog ontstaat, pas eigenlijk 20 jaar later opgelost gaat worden. Daardoor was de wetswijziging nodig, want we hadden dus niet meer alleen een A- en B-diploma, we hadden een MBO- en een HBO-diploma. De Z-opleiding voor vaccinezorg was er ook nog bijgekomen. Dus het opleidingsgebouw van de verpleging telde niet 2 ingangen, maar 5 ingangen. Maar slechts 1 uitgang. Ze gingen allemaal de deur uit als verpleegkundigen. Dat was nieuw, een nieuwe titel, geen verpleegster, maar verpleegkundige. Tot ergernis van verpleegkundigen wordt in de media nog vaak gesproken over verpleegsters. Krijg je altijd weer ingezonde brieven op. Maar die titel is dus verpleegkundige geworden met enig tegenstribbelen van de PvdA-fractie in het parlement. Die keer op keer bij de staatssecretaris onder de aandacht bracht dat het toch een modegril was om allemaal kundige te worden. De wet leverde uiteindelijk ook een nieuwe speld op. Overigens, in 1977 is de wet aangenomen, in 1976 ben ik gediplomeerd, zonder dat daar een wettelijke basis voor was. En heb ik de speld gekregen die daar afgebeeld staat. En de speld is eigenlijk pas in 1981 in de Staatscourant verschijnt er een bericht dat dat de nieuwe speld is die uitgereikt wordt aan bepaalde groepen. Daar heeft dus een ambtenaar zitten slapen op het ministerie dat dat pas in 1981 geregeld is. Maar zo gaan die dingen in het leven. Op het moment dat die wet aangenomen werd, wacht nog even over die wet en regelgeving. Op zich bleef de wet hetzelfde, er zijn een paar dingen anders. Titel en diploma's, dat werd veranderd. De onderscheidingstekens werden veranderd. De overgangsregeling was niet meer nodig. En 11a, de wet kreeg een citeertitel. Dat wil zeggen dat de wet aangehaald kan worden als wet tot bescherming van de diploma verpleegkundige. Gaan we door naar 1993, dat is de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Dat is echt een gamechanger voor de wetgeving van de verpleging. En die heeft ook een hele voorgeschiedenis. Ook teruggaand tot na de Tweede Wereldoorlog. Toen gingen verpleegkundigen steeds vaker medische handelingen en opdracht van de arts uitvoeren. Dingen die we nou helemaal normaal vinden, katheteriseren en injecteren, hechtingen verwijderen, dat soort dingen. Wettelijk kon dat niet, want er was de wet op de geneeskunst van 1865 die dat verbood. In 1952 is er een arrest van de Hoge Raad waarin uitgesproken wordt dat het wel kon, en dan krijg je de juridische fictie, heet dat, van de verlengde armconstructie. Een arts mocht opdracht geven om een injectie aan de verpleegkundige om een injectie toe te dienen, mits die aanwijzingen gaf, toezicht hield, bereikbaar was voor als het niet goed ging. En heel belangrijk in die constructie was dat de verantwoordelijkheid niet alleen voor het geven van de opdracht, maar ook voor het uitvoeren van de opdracht bij de arts lag. En niet bij de verpleegkundige. Dat leidde tot de situatie dat de verpleegkundige bij fouten eigenlijk altijd vrij uitging. Het strafrecht bood geen mogelijkheid, want dan moest je opzet aantonen. Nou, dat is schieten met een kanon op een mug. Civiel recht, schadevergoeding, werd gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever. Dus de verpleegkundige ondervond daar verder geen consequenties van. In 1972 is het eerste rapport verschenen over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verpleegkundige. En dan zie je de discussie opkomen, er moet toch iets zijn tussen strafrecht en niks. En dat werd tuchtrecht. En in de 70e jaren heeft men dan gezocht naar mogelijkheden om tuchtrecht in te voeren. En op het moment dat de wet van 77 in de Kamer behandeld werd, klaagden de Kamerleden er al over van waarom is dat tuchtrecht nog niet opgenomen in die nieuwe wet. Dat gebeurde pas in 81 bij de ontwerp van wet op de verpleegkundigen. Een heel interessante wet, en ik denk dat heel veel beroepsgenoten niet eens weten dat ontwerp ooit ingediend is bij de Kamer. Maar het is een prachtig voorbeeld van een mini-wet Big
speciaal voor verpleegkundigen. De contouren van de wet BIC zijn allemaal al zichtbaar in dat wetsontwerp. Met de toelichting erbij, het is een prachtig stukje wetsgeschiedenis. '81 is die wet ingediend, '86 is die weer ingetrokken, want de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg werd ingediend. Na 20 jaar, hè, 67 commissie Vrezen, 20 jaar hebben ze erover gedaan. Maar goed, hij is ingediend, heeft vervolgens nog 7 jaar geduurd, parlementaire behandeling, totdat hij in 93 werd aangenomen. En hoewel die wet bedoeld is voor de bescherming van de patiënt tegen ondeskundig handelen en onzorgvuldig handelen, voor verpleegkundigen is die wet enorm van betekenis geweest, omdat het tuchtrecht werd ingevoerd. Dat is eigenlijk voor de verpleegkundigen de belangrijkste verandering die plaatsvond. Verder waren er een heleboel praktische veranderingen, de opleidingsregeling. In 97 ging de wet en trad die in werking. Toen vervielen alle oude opleidingsregelingen, de in-service werd afgeschaft. De belofte tot het geheim houden van wat in vertrouwen is meegedeeld, die belofte werd ook afgeschaft. Dat moest je beloven bij het in ontvangst nemen van het diploma. Dat werd nu in artikel 88 geregeld. De aantekeningen vervielen en de onderscheidingstekens vervielen. En dat hebben de verpleegkundigen niet, daar werd niet in dank afgenomen. Verpleegkundigen hechten aan hun speld. U wilt niet weten wat voor emoties spelden bij verpleegkundigen losmaken. Ik heb de afgelopen dagen is mijn boek gepresenteerd op een Facebookpagina van het FNI. En vervolgens ging de hele discussie alleen maar over de spelden. Dus de beroepsgroep vroeg om spelden en het LCVV heeft die spelden gemaakt boven voor het hbo-niveau en onder voor het mbo-niveau. Ook de wetgeving is heel anders geworden. Een andere inhoud, een andere kleur. Vanuit de wet BIG, ook een raamwetkaderwet, die niet te gek veel regelt, maar zorgt dat dingen geregeld worden. Dit zijn allemaal onderwerpen die dus naar de hand geregeld zijn in besluiten. Het tuchtrechtbesluit, het besluit registratiebesluit, het besluit periodieke registratie, besluit opleidingseisen. Het deskundigheidsgebied, dat staat weer wel in de wet omschreven. Ook heel bijzonder, was in 81 al bij dat ontwerp, dat voor de eerste keer de wetgever moest omschrijven wat verplegen nou eigenlijk inhield. Je kunt je voorstellen A, B, Z-verpleging, HBO, MBO, wijkverpleging, al die takken van verplegen, vindt daar maar één omschrijving voor die voor op alle gebieden van toepassing is. De bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen, de verlengde armconstructie werd vervangen door deze bevoegdheidsregeling. Belangrijkste verschil, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de handeling komt nu bij de verpleegkundige te liggen. En de verpleegkundige krijgt voor een aantal handelingen functionele zelfstandigheid. Dat wil zeggen dat ze die uit mag voeren zonder direct toezicht van de opdrachtgevende arts. Injecteren en katheteriseren hoort daar onder andere bij. Verder, in het rechterrijtje zijn nieuwe dingen. De verpleegkundige is in de wet BIG terechtgekomen vanwege de noodzaak van tuchtrecht. Dat is aan de linkerkant vooral geregeld. De rechterkant zijn allemaal dingen die erbij gekomen zijn. Een aantal verpleegkundigen krijgen een zelfstandige voorschrijfbevoegdheid. Er komen specialismen verpleegkunde. Die verpleegkundigen krijgen ook een zelfstandige bevoegdheid voor voorbehouden handelingen. De buitenlands gediplomeerden, de erkenning daarvan binnen de EEG, buiten de EEG, wordt geregeld en de inwerkingtreding van de wet. En daar is nog iets bijzonders aan de hand met de verpleegkundige. Bij de verpleegkundige gaat altijd alles net een beetje anders. Inschrijving in het BIG-register was noodzakelijk om onder het tuchtrecht te kunnen vallen. Vroeger had je die diploma, was je levenslang verpleegkundige. Nu ben je dus pas verpleegkundige, mag je verpleegkundige noemen als je ingeschreven bent in dat BIG-register. Maar toen de wet in werking moest treden, kwam men erachter dat er waarschijnlijk zo'n 150.000 à 200.000 verpleegkundigen rondliepen die misschien allemaal in dat BIG-register wilden. En er is een beslissingstermijn voor de aanvraag voor een BIG-register van 8 weken. Dus verwerk maar eens 150.000, 200.000 mensen in 8 weken. Daarvoor heeft men de wet dus bij nader inzien moeten wijzigen om het mogelijk te maken dat verpleegkundigen in 4 tranches per postcodegebieden konden ingeschreven worden in het BIG-register.
In 1997 is de wet in werking getreden. Deze wet heeft zo'n 125 besluiten en regelingen opgeleverd die voor de verpleegkundigen van belang zijn. De teller staat zo ongeveer op 400 in totaal. Die heb ik dus allemaal bij elkaar in het digitale archief bij elkaar staan. Daar kom ik nog op terug. Is hiermee de geschiedenis afgerond? Nee, we hebben nog Big 2. 2019, het jaar daarvoor, stonden de kranten er vol van. De verpleging haalde weer Jinek en de praattafels op de televisie. Heel verpleegkundig Nederland was een rep en roer. En waar ging het om? Om de HBO-MBO kwestie. In 1921 hadden we een horizontale differentiatie tussen het A- en B-diploma. Die vielen zelfs onder twee verschillende ministeries. De B viel onder de armenzorg en de A onder de gezondheidszorg. In 1977 zie je dat er dagonderwijs komt naast het in service. Aanvankelijk botste dat enorm. Ik heb daar zelf alles van meegemaakt. Want welke type onderwijs leverde nou de beste verpleegkundigen af? In service of het dagonderwijs? Je kon het vak niet uit de boeken leren. Dat soort opmerkingen kreeg je om de oren. Naderhand verschoof die discussie naar wat is het verschil tussen HBO en MBO. Het werd steeds een verticalere differentiatie binnen ons vak. En tot op de dag van vandaag is er niemand die dat goed kan omschrijven. Ze doen allemaal hetzelfde werk in de praktijk. Maar belangrijker nog is de vraag, welk niveau hebben al die zittende in service opgeleide verpleegkundigen? Rekenen die zichzelf tot het MBO of tot het HBO? Ik geef het u te raden, tot het HBO. Anderen zeggen, nee, het is MBO. Anderen zeggen, het zit er ergens tussenin. Deze discussie speelt dus al sinds 72, pakkenweg 72, zo'n 40, 50 jaar. En is niet opgelost. Totdat de verpleegkundigen het ministerie zo gek hebben gekregen, omdat het ministerie zei, we gaan dat wettelijk verankeren. Wij zorgen daarvoor. En er werden subsidies uitgedeeld om beroepsprofielen te maken, opleidingsprofielen te maken. En de bedoeling was om een wettelijke verankering te krijgen dat de hbo-opgeleide verpleegkundige werd volgens de wet. En daarvoor werd het beroepsprofiel van de verpleegkundige geactualiseerd. En er werd een nieuw beroep van regieverpleegkundige op hbo-niveau geïntroduceerd. En daar is de afgelopen 10 jaar enorm over gebakkeleid. Er zijn projecten geweest, er zijn experimenten geweest, er zijn onderzoeken hebben plaatsgevonden. De minister heeft op een gegeven moment het wetsontwerp ingediend, Big 2, of opgeschreven. Internetconsultatie gehouden, 2600 reacties, veelal negatief. En het grootste probleem waar de wetswijziging uiteindelijk op gestruikeld is, is de overgangsregeling voor zittende in service gediplomeerden die geen verpleegkundigen op mbo-niveau wilden worden in de nieuwe constellatie, maar regieverpleegkundigen op hbo-niveau. Dat is waarom ze dus in actie kwamen. Het heeft echt tienduizenden verpleegkundigen op de been gebracht. Tegenwoordig gaat dat met een klik op internet in plaats van dat ze op het Malieveld verschijnen. Maar goed, er was genoeg reuring binnen de beroepsgroep om de minister ertoe te doen besluiten het wetsontwerp, de wetswijziging, maar niet in te dienen. En vervolgens heeft professor Rinoy Kan gesprekken gevoerd met alle partijen. En nu gaan de werkgevers met de werknemers, dus vakbonden en werkgeversorganisaties, gaan proberen dat onderscheid in te vullen en nader vorm te geven. Dat is in een nutshell wat ik in mijn boek beschreven heb om de wetgeving op het gebied van de verpleging te ontsluiten. Ik heb daarnaast ook nog een digitaal archief aangelegd. Al die besluiten en regelingen en wijzigingen, plus de primaire bronnen die ik voor het boek gebruikt heb, en dat is het merendeel, is allemaal digitaal beschikbaar op het digitaal archief. Kun je raadplegen en downloaden. Ik heb de bomen lief, want ik heb het niet afgedrukt. U mag het zelf printen als u daar behoefte aan heeft. U mag het downloaden, dan heeft u het op de computer bij elkaar. U vindt het op mijn website, robvanderpeet.com.
En als u daar naartoe gaat, dan ziet u de drie delen waaruit het boek bestaat. Ik moet hier blijven staan. Het eerste hoofdstuk van elk deel is een introductie op de wet. Het tweede geeft de parlementaire behandeling van de wet. En bij 21 en 79 staat hij in het boek. Bij 93 is dat onmogelijk. Dat is zo omvangrijk. Die staat alleen maar op het digitaal archief. En dan het derde hoofdstuk is stel ik dus een overzicht van alle besluiten en regelingen die uit de wet zijn voortgevloeid. En die kun je dus allemaal terugvinden in het digitaal archief. In de epiloog heb ik een hoofdstuk gewijd aan de kwestie Big 2. En dan zijn er nog wat bijlagen, primaire bronnen en secundaire bronnen die ik gebruikt heb. Ik heb een aantal tijdlijnen gemaakt op het gebied van de wet en regelgeving. En dat gaat dan over de diploma's, hoe die zich hebben ontwikkeld, de aantekeningen, de onderscheidingstekens en de praktijkopleidingsboekjes. Als u meer wilt dan alleen maar raadplegen, u kunt het archief ook compleet downloaden. In 5 stukken heb ik het maar gehakt. Het is 2,25 gigabyte aan tekstbestanden. Ik heb het een keer opgemeten. Je bent zeker 20, 25 minuten kwijt met downloaden van al die teksten als je het in 1 keer doet. Rest mij om onder de aandacht te brengen dat het boek 360 bladzijden telt. Alleen in hardcover verkrijgbaar is, dus niet als paperback, en slechts €24,50 kost. Ik heb De Bomen Lief. Het boek wordt uitgegeven op basis van printing on demand. Dus het boek wordt pas gedrukt op het moment dat u besteld heeft. Is alleen te bestellen bij mijn drukker, mijn bestseller.nl. Met het drukken en verzenden van een bestelling zijn zo'n circa 7 dagen gemoeid. Mocht het een keer langer duren, moet u maar denken. Ze zijn nog bezig met het omhakken van die bomen die nodig zijn voor het boek. Dat was mijn verhaal. Ik dank u voor uw aandacht.